tweede thema waar we over gaan praten is de korte versus de lange keten. De rol van de retail daarin. Dat is een voortzetting van dit gesprek eigenlijk. Een andere kloof die je, en of je hem nou legt in stad, platteland of kort en lange. Volker Engelsman, als jij hem wil inleiden, oprichter van EOSTA, distributeur van biologische groenten en vruchten van overzee en vanuit Nederlandse kassen ook. Groothandel in biologische en zo. Producten. Ja. Hartelijk welkom, goed je te zien. Wederzijds, Jori. En dankjewel voor de grote eer om hier als eenvoudige groenteboer uit Waddinxveen-West wat inleidende woorden te mogen spreken. Om een lang verhaal kort te maken, ik geloof dat we het over eens zijn dat we toe zijn aan een great reset, zoals dat in World Economic Forum termen genoemd wordt. Waarbij het gaat om meer gezondheid, dat is de eerste pijler van die great reset, meer weerbaarheid ook. Sociale inclusie, bijvoorbeeld kloven dichten tussen burger en boer, of ook tussen burger en consument. Er zit ook vaak een rare schizofrenie tussen. En het derde is een grote ecologische reset. We moeten naar meer weerbaarheid in onze ecosystemen toe. Die ook in staat zijn om pandemieën, niet alleen nu, maar ook in de toekomst, onder controle te houden. Want die ecosystemen die zetten we, en dat is de wake-up call van corona, denk ik, op een weergeloze manier onder druk met intensieve landbouwpraktijken, waar ook boeren niet voor gekozen hebben. Dat bleek hier duidelijk uit dat betoog zojuist. Waardoor die ecosystemen niet meer in staat zijn om dat soort pandemieën onder controle te houden. We hebben het wat mij betreft veel te weinig over. We hebben het wel over mondkapjes en anderhalve meter regels, maar veel te weinig over de bron waardoor dit soort pandemieën überhaupt een kans krijgen. Corona is een wake-up call. Oekraïne is in die zin ook een wake-up call. We hebben volgens mij niet te maken met een voedselcrisis, maar vooral met een kunstmest- en een veevoercrisis. Waar we plotseling tekort van hebben of het wordt veel te duur. Beide gerelateerd aan het huidige probleem. Als je dan vraagt hoe kom je daar nou bij een inclusievere samenleving waar meer op gezondheid en weerbaarheid in ecosystemen gestuurd wordt. Ten slotte wacht een biodiversiteits- of een klimaatcrisis ook niet op een crisis in de Oekraïne. Hoe kom je daar? Dan, en dat klonk hier al in de eerdere inleidingen, zijn we toe aan een gelijker speelveld in de markt waarin de vervuiler niet langer wegkomt met een concurrentievoordeel. En de kunst zal dus zijn om boeren ook te gaan belonen voor hun gezondheidsdiensten, voor hun ecosysteemdiensten, voor hun plattelands, hun landschapsbehoud, hun waterdiensten, etc. En dat vraagt een compleet nieuwe manier van denken, waar niet alleen de private sector, maar ook de publieke sector gevraagd is om met fiscale bonus-malus-prikkels te zorgen dat we niet alleen maar op één kapitaalsoort, maar ook op natuurlijk, menselijk en sociaal kapitaal gaan sturen. Dat gebeurt overigens ook al wel, maar nog steeds niet genoeg. Vanuit de Europese, de Green Deal bevat een taxonomie waar daarop ook voor gesorteerd wordt. En bevat ook een Corporate Sustainability Reporting Directive die ondernemers verplicht om verantwoording af te leggen over het gebruik van hun natuurlijke en sociale kapitaal. Want geen duurzaamheid zonder transparantie en rapportage. En tenslotte, de financiële sector die sorteert er al op voor met klimaatstresstests, biodiversiteitsstresstests, water, gezondheid, etc. stresstests. En dat komt er heel praktisch op neer. Dat stel je dat je 1000 euro winst hebt, maar je trekt je klimaatschade ervan af, al dan niet gewogen, en er blijft 700 over, dan is dat het vertrekpunt voor je financiering. Dus zowel de private als de publieke als de financiële sector zijn hier gevraagd om maatregelen te nemen om weg te komen uit die eenzijdige winstdefinitie en kostendefinitie. En toe te gaan naar een eerlijke prijs en die toe te gaan naar netjes rekenen. En dat wil zeggen dus niet pennywise pound foolish, maar ook de lange termijn schade aan bodem, water, klimaat en biodiversiteit mee te nemen in de beslissingen die we vandaag nemen. En tenslotte, Jori, als jullie dan denken, ja goed, dat is een beetje erg
filosofisch geneuzel, Engelsman daar vanuit Waddinxveen West. Als jullie afvragen, hoe doen jullie dat dan? Nou, dan moet ik jullie enigszins ontmoedigen, want zo heel veel doen we nou ook weer niet. Maar we geloven wel, als Europa's marktleider in biologisch fruit, dat is wat we doen, dat er geen duurzaamheid zonder transparantie mogelijk is. En dat doen we door op ieder product een kleine sticker te plakken met de kop van de teler en een QR-code waar je kan zien wie het is, dat het een concreet iemand is met een voor- en een achternaam. En we laten zien wat zijn impact is op de verschillende kapitaalsoorten. Op bodem, water, biodiversiteit en een serie klimaat en een serie sociale indicatoren. En dat doen we met behulp van een duurzaamheidsbloem. Die we vervolgens aan de hand van 4 M's op onze ketens loslaten. We meten. We spreken met ketenpartners af wat we gaan managen. Dat is de tweede M. En omdat boeren vaak zeggen, hoe kan ik groen worden als ik rood sta? Hè? Een terechte vraag. Zeggen we, nee, we moeten ook gaan vermarkten. We moeten die ecosysteemdiensten en die maatschappelijke waardetoevoeging wel ook financieel gaan stimuleren. En vandaar bijvoorbeeld onze Save Our Soils campagne, want in bodemvruchtbaarheid daar start het waterbergend vermogen, ook biodiversiteit en ook het vermogen van een bedrijf om stikstof uit de atmosfeer in humus en in organisch stof te binden. Zeggen wij, oké, Save Our Soils campagne een tijdje terug. Want the soil is the limit, not the sky. En bio is misschien niet de enige, maar wel een van de solutions. En u, beste burger, maakt zich grote zorgen over van alles en nog wat. Maar als consument kunt u soilier worden door een stoeptegeltje uit de grond te trekken en daar een grillja-farmpje te starten. Met wat compost die we bij de mango's leveren en wat basilicumzaadjes of zo. En als je dat dan bij voorkeur doet op een plek waar het niet mag. En bij voorkeur terwijl de politie probeert tegen te komen en dat op YouTube post, dan kan je een prijs winnen. En daar luisterde natuurlijk niemand naar. Maar toen Julia Roberts en de Dalai Lama en Prince of Wales mee gingen doen, toen ging het dan een stuk beter. Dus dat is de derde M. En tenslotte de M van monetarisatie. Ik denk dat de grootste reset waar we aan toe zijn, is niet alleen maatschappelijk gezien een brede welvaartsdefinitie, waar het niet alleen een bruto nationaal product, maar ook een bruto nationale welvaart in ecologische, sociale en culturele zin gaat. Maar ook een nieuwe winstdefinitie, waarin de kosten van die verschillende kapitaalsoorten doorberekend worden. En daar gebeurt al heel veel, gelukkig. Alleen dat zie je op straat nog niet direct verschijnen. Maar ik ben dus buitengewoon hoopvol, Jury, dat met prototypes vanuit de private sector en de bewegingen vanuit de publieke sector en de risicogestuurde aanzet vanuit de financiële sector, we een hele eind moeten kunnen komen voor richting het nieuwe normaal en wat niet over 50 jaar, maar morgen begint, wat mij betreft. Dank. Dank, Volker. Engelsman, ook taalkundig interessant wat je allemaal kan doen met Save Our Soils en The Soil's the Limit. We gaan verder praten. Als jij een van de stoelen wil nemen, heel fijn. We gaan verder praten met Mark Jansen. De volgende gast ook in dit panel, directeur van de supermarktbranche, CBL heten jullie. Hartelijk welkom ook. Maarten Bouten, oprichter van Rechtstreeks. Rechtstreeks met dubbel EX aan het eind. Een service die lokale en duurzame verse producten levert. Eigenlijk ook een soort supermarkt, maar dan weer anders. Hè. Dat zie je tegenwoordig heel veel vaker, heb ik het idee. Dat je allerlei supermarkten ziet die geen supermarkt meer zijn, maar wel al die spullen leveren. Tenminste, ik zie alle mensen op fietsen dat doen. Zijn die bezorgers eigenlijk ook allemaal lid van de CBL of is dat de concurrentie, Mark Jansen? Nee, die zijn geen lid van het CBL. Nee. Maar ze worden wel, hoe zeg je dat, bijgestaan door leden van het CBL. Okay. Die moeten hun spullen natuurlijk ook ergens vandaan hebben. Ja, dat is waar. Distributiecentrum. Ja. Dus groothandels die leveren aan de Flinks en de Gorilla's en dat soort partijen. Ja, precies. Dat soort bedrijven. Ja, dat is goed om te weten als we hier met elkaar spreken. Maar Maarten, mag ik even met jou beginnen? Dat had de supermarkt toch ook kunnen doen wat jij doet? Ik bedoel, waarom was het nodig? Het zou ideaal zijn als de supermarkt het doet, want die kan de meeste consumenten bereiken. Ja. Heeft natuurlijk een enorm efficiënt systeem ontwikkeld in de afgelopen decennia.
Alleen ze doen het niet. Dus dat was voor onze aanleiding om te kijken, kan het wel? Kunnen we met elkaar die lokale voedselketen realiseren waarin we gewoon ons eten direct bij boeren uit onze eigen omgeving halen? Waarbij het transparant is waar die producten vandaan komen en hoe ze zijn gemaakt. Mm-hmm. En dat zijn we gaan doen. Zijn die twee boerenbedrijven die we hier net spraken, zijn die bekend bij jou bijvoorbeeld? Jazeker. Ja. Ja, onze producten komen van 150 boeren en makers uit de omgeving hier. Ja, en echt uit de omgeving van Rotterdam? Ja, binnen een straal van maximaal 50 kilometer, maar het meeste binnen 20 kilometer. Dus een assortiment van 1000 producten van die 150 boerenmakers. Ja, want we hoorden net de chef Kok zeggen van toen ik hier mee begon als 21-jarige jongen, vond ik het buitengewoon inspirerend dat hij met zijn moeder door de buurt reed. En toen werd hij nog net niet weggelachen van het erf, hè, zei hij. Maar dat is aan het veranderen. Nou, dat is... Dat verandert niet per se, maar er zijn heel veel boeren. En sommige die zijn heel erg op die industriële voedselketen gericht. En andere zijn wat meer op directe afzet gericht. En die hebben in de loop der jaren verzameld en daar het assortiment mee opgebouwd. En nou, daar kunnen we die producten mee leveren. Ja, groeit dat? Jazeker, afgelopen jaar is het heel erg gegroeid natuurlijk. Nu neemt dat weer een beetje af, maar de markt en de interesse daarin is heel erg toegenomen. Ja. Wat is heel erg en een beetje? We zijn in de eerste weken van corona verdubbeld of verdriedubbeld. En daar is wel weer wat van af. Maar de markt als geheel die groeit. En er zijn ook steeds meer partijen die daarin actief zijn. En als je nou luistert naar Volkert, wat is een breed toekomstperspectief. Hè? Wat we moeten een hoop doen. En dat kan ook morgen beginnen. Wat vind je daarvan? Ja, helemaal mee eens. Dat is gisteren al begonnen. Daar zijn we continu mee bezig om dit te doen. En als pioniers zijn we dat aan het doen. Om het enerzijds te laten zien dat het kan. En hoe dat anders kan dan hoe dat in de supermarkt en de reguliere voedselketen gebeurt. Om het voorbeeld te geven, om te onderzoeken, zijn er andere manieren? En hopelijk om daar ook de inspiratie mee te bieden om dat de middenmotor ook in meegaat. Kunnen jullie nou de boer een betere prijs geven dan wat we net hoorden? Van, hè, die uien die we geven de boer de prijs die hij nodig heeft om zijn bedrijf duurzaam voor te zetten. En wij bepalen de prijs, niet de boer bepaalt die prijs. Dat is hoe wij werken. En hoezo lukt dat jou dan wel? Want ik begrijp best wat we in het vorige gesprek hoorden, hè, dat de boer met zijn rug tegen de muur staat zonder. Dat is een grondstof. Nou, waarom dat mij wel lukt, is omdat wij die efficiëntie en laagste prijs niet als enige overweging meenemen. En mijn indruk is dat voor de supermarkt wel zo is. Dat de heilige graal is of het enige om naar te streven. En wij vinden andere dingen ook belangrijk. Die nemen we ook mee. In die afweging is prijs één van de aspecten. Maar er zijn meer dingen die we meenemen. En we weten consumenten het aan ons te binden die dat ook zo zien. En die daar onderdeel willen zijn van die oplossing. Ja, ja, dus het zijn niet alle consumenten natuurlijk. Dat is een selectie, een groep. Ja, ja. En die consumenten slaan waar precies op aan? Wat is de trigger? Als je het heel erg abstract bekijkt, volgens mij is dat de menselijke maat. En is die uit onze... hoe eigenlijk de industriële systemen die we hebben opgezet, is die menselijke maat totaal verdwenen. En er gebeuren allerlei gekke dingen die vanuit de industrie heel logisch zijn. En vanuit efficiëntie heel logisch zijn. Maar als je daar als mens naar kijkt, idioot zijn. En wat wij doen is, alle keuzes die we maken en hoe we dingen inrichten, proberen we steeds vanuit die menselijke maat te redeneren. Wat vind ik als mens zelf logisch? Wat zou ik een goede keuze vinden? En dat merken we dus, dat als mensen bij ons boodschappen doen, dat aspect, dat ze dat als een opluchting ervaren. Terwijl ze, als ze ergens anders boodschappen doen, geen idee hebben wat er gebeurt, omdat er geen transparantie is. Dus dat niet kunnen beoordelen, voelen dat ze voor de gek worden gehouden en dat zich daar ongemakkelijk bij voelen. Mm-hmm. Mm-hmm. Volkert, jullie zijn een van de grootste in Europa, hè, hoorden we je net zeggen, op het gebied van vruchten, fruit, onbespoten, biologisch dan. Hè. Maar dat komt vaak van heel ver. Hè? Hoe luister je naar zo'n idee van dichtbij, van aanleveren van op korte afstand? Ja, voor de hand liggende vraag. En ik kan me voorstellen, het is niet alleen vaak, het is altijd. Omdat we alleen tropisch fruit doen.
En dat is het is hier niet tropisch. Nee, nog niet. Nee, de kwestie van tijd, maar nog niet. Nee. Dus zolang moeten we nog kilometers maken. Ja. En ja, dat is een beetje karma, denk ik dan. Dat is mijn achtergrond, daar kom ik vandaan. Dus dat is zo gegroeid. En dan moet je maar gewoon kijken hoe je er maar het beste van kan maken van je leven. Terwijl je met een grote footprint opgezadeld zit. Dus we dachten, oké, dat wat rechtstreeks op een hele directe manier doet, dat proberen wij door die bewustzijnsbrug te slaan tussen boer en consument, middels dat stickertje en het verhaal, het concrete verhaal achter het product, ook toch nog communiceerbaar te maken. Ja, ook al is het aan de andere kant van de planeet. Ja, nou ja, andere kant, zo'n beetje. De meeste tropen zitten ongeveer rond de equator, dus niet helemaal de andere kant. Maar bovendien blijkt uit de meeste LCA's, de Life Cycle Assessments, dus de Carbon Footprint analyses, dat transport rond de 2-4% is. Verreweg het grootste zit hem in verpakkingen, snap je? Dus ook dat wordt vaak wat overdreven. Ja? Verpakkingen houden we niet van, dus laserbranded. En lokaal is voor ons niet heilig of niet een doel, maar is het middel. Namelijk het middel om een transparante voedselketen te realiseren. En lokaal gaat dat het beste. Nou, met bananen gaat dat wat moeilijker lokaal. Dus die komen nog wel ver. Als je maar het transparant maakt. En waarom is dat transparant zo belangrijk? Nou, we hebben het er net ook wel over gehad, maar het blijft die voedselketen met z'n allen, met consumenten, moeten verduurzamen. En we hebben die consument blind gemaakt. Die weet niks. Want we laten niks zien. Er is geen informatie, geen transparantie. Dus hoe kan die consument ook de verantwoordelijkheid niet nemen? Terwijl hij het heel graag wil. De consument is geïnteresseerd in duurzaamheid, wil graag duurzame keuzes maken. Alleen dat maken we onmogelijk. Ja. Daarom ja. is die transparantie belangrijk. Ja, nee, ik begrijp het beter. Want, ja, en dat zijn ook die stickers met dat hoofdje van die. Ja, maar bovendien, Jori, ik denk ook, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar het gebrek aan duurzaamheid is ook vaak het gevolg van anonimiteit. Wat niet weet, wat niet deert. En jij vat het net goed samen. Dus de vraag is hoe we ook weer transparantie terugkrijgen. Op het moment dat ze jullie verhaal kennen. En dat is het mooie van dat soort. Dat is ook een bewustzijnsbrug. Hè? Dus niet alleen in kilometers kort. Het is ook in bewustzijn kort. Dus als jij ze mee kan nemen, of jullie, in het verhaal. Achter het product. Ja, dan neem je hele andere beslissingen als consument, blijkt. Mark, nog even naar het lokaal en dat ver weg. Hè. Supermarkten halen natuurlijk de hele wereld hun spullen. Maar we hebben dan eigenlijk gehoord, al bij Annelie hoorden we dat ook al. 80-20, hè, dat mooi zou zijn. 80% hier en 20% ver. En 20% internationaal, zullen we dan maar zeggen. Is dat überhaupt realistisch? Ja, ik denk als je kijkt naar wat in een gemiddelde supermarkt ligt, denk ik 15.000, 20.000 artikelen. Met name vers komt uit de regio, dat komt hier uit de buurt. Nederland, België, dan heb je het over vlees, dan heb je het over groente en fruit. Zuivel, dat komt allemaal hier direct uit Nederland. En dat kun je eigenlijk wel lokaal noemen, denk ik. Hè? Dat ik bedoel, laten we niet in de definitiekwestie van kilometers komen, maar ik vind dat redelijk lokaal. Als het uit Vlaanderen komt, is het ook lokaal, vinden jullie? Ja, ja nou ja, weet je, ja, dat is even de. Als je hier in het zuiden van Nederland, is Vlaanderen dichterbij dan in Groningen. Hè? Zeker, dus, ja, nee, absoluut. Maar we hebben ook grondstoffen nodig om varkensvlees te maken of om eieren te maken. Ja, daar had volgens Engelsman net dan over. We hebben eigenlijk een niet een voedselcrisis, maar een veevoedercrisis. Ja, voor een deel is dat zo, ja. En sterker nog, nou goed, we moeten niet te veel over de huidige crisis, maar ik vind het heel bijzonder dat er geen schaarste is aan grondstoffen, maar wel enorme prijsinflatie. En daar moeten we ook eens even goed naar kijken. Maar goed, dat gezegd zijnde, er is wel degelijk iets heel ergs aan de hand natuurlijk in de wereld. En wij hebben het hier over een centje voor een boer met een ei, voor een ei meer. Dus alles een beetje in perspectief. Wij willen er wel aan bijdragen dat ook de gestegen kosten, dat we die waar kan en waar het ook proportioneel is, dat we die doorberekenen. Uiteindelijk in je eigen marge mee een beetje. Uiteindelijk een beetje in de marge van de boer. Maar ook in de marge van de beurs van de consument. Wat ik als trend zie, is dat er steeds meer samengewerkt wordt in ketens. Met name in versketens. Groente en fruit, wat ik al zei. Vlees, eieren, zuivel. En wat ik dan maar in goed Nederlands noem, dedicated supply chains.
dat je boeren en tuinders gaat selecteren. Voor een deel gebeurde dat al volop door een flink aantal supermarkten, maar dat proces gaat meer en sneller. Mm-hmm. Dat je mensen, boeren en tuinders met naam en rugnummer gaat kennen, dat die niet meer anoniem zijn, dat ze transparant in die keten zijn. En dat je daar ook hogere eisen aan stelt, omdat de samenleving daarom vraagt. Biodiversiteit, dierenwelzijn, dat zijn allemaal zaken die ook tot kostprijsverhoging kunnen leiden. Supermarkten zijn bereid om daar ook een bijdrage aan te leveren. Waar ze niet toe bereid zijn, is om meer geld te geven aan partijen die niet hun leverancier zijn. Dus we gaan toe naar veel meer strategische ketensamenwerking. En dat leidt tot voordelen voor de boeren en tuinders die betrokken zijn, die daarin kunnen leveren. Die contracten afsluiten met de Jumbo, de Albert Heijn, de Jan Linders en al die andere supermarkten. En misschien ook wel kleinschaliger met partijen zoals hierin ook. Rechtstreeks, ja. Rechtstreeks, sorry, ik was even is niet hier. Rechtstreeks, ja, niks. Ja. En dat biedt kansen. Ja. En welke omvang denk je dat het op korte termijn kan krijgen? Nou, ik denk als je nu kijkt van, we zijn in dat proces denk ik een jaar of 4, 5 bezig om dat op te bouwen. De laatste tijd zit er wat versnelling in. Wat je ziet is bijvoorbeeld Albert Heijn heeft 200 varkensboeren nodig. Misschien in Nederland ongeveer? Ja, daar kun je alles mee doen. Een plus, een keten met een marktaandeel van 7%, die heeft er misschien 100 nodig. Mm-hmm. We hebben er 4500, hè? 4500 varkensboeren? Ja. Ja. Dus we hebben iets te veel misschien eigenlijk. Dat weet ik niet, maar die hebben een andere markt waar ze voor produceren dan voor de Nederlandse markt. Ja, oké. Okay. Dus als we het lokaal zien, dan hebben we wat te veel, maar dat is dan de export misschien of zo. Dat kan voor de export dat of kan. De oude vorm. Ja, maar als we dit probleem... En wat we net hoorden, ik was daar toch wel verrast over dat die prijzen voor die grondstoffen, zeg maar, als je ze zo mag noemen, maar ik vind dat je eigenlijk niet zo moet noemen, je moet ze gewoon prachtige landbouwproducten noemen. Zeker. Dat die zo ongelooflijk onder druk staan. Ik bedoel, en dan als die keten eruit gaat, dan kan het dus wel, tenminste voor sommige boeren. Maar dan denk ik vanuit het perspectief, de consument zou daar zich bewuster van moeten zijn, absoluut. Maar de supermarkten natuurlijk ook, zijn onderdeel van die keten. Zeker, ja, absoluut. Ik vond dit echt schrijnend. Wat vond jij daarvan? Van de uien in Nederland, het voorbeeld werd net genoemd, gaat 98% de grens over. En als de markt voor uien in Noord-Afrika of waar dan ook in de wereld tegen zit, omdat andere landen ook gaan produceren en daardoor een overaanbod is, waardoor dan kun je tot de situatie komen dat je hier voor de stort moet betalen. En dat er dus een negatieve prijs voor een bepaald product is. Ja. En die oplossing van die transparantie voor de consument, hè? Ja. Die hier nu door de beide andere gesprekspartners genoemd wordt. Is dat voor in het belang van CBL? Vind ik wel. Is dat een goed idee? Ja, dat vind ik wel. En zeker een bedrijf als... Ja, maar dat is best wel een revolutie. Vaak hebben jij en ik het daarover. Zeker. Dat vind ik goed nieuws. Heb jij appeltaart bij je? Maar dan moet je wel vieren. Dat je ook voor transparantie bent. Nou, dan, als jij nou de appeltaart doet, dan doe ik de slagroom. Okay. Nee, maar we hebben wel iets te drinken hierna, trouwens. Kijk, ook partijen die ik vertegenwoordig, hè, de grote supermarktketens, de schaal is wat groter. Maar als je het op Europese schaal kijkt, valt het nog wel mee. Nee, maar voor Nederland is het natuurlijk gewoon maar voor Europa is het kleiner. Zeg maar, en ik denk, en dat geven bedrijven als Eosta als voorbeeld, en dat heb je toch een paar van die gekke maloten nodig, zoals Volker, om dat voorbeeld te laten zien hoe je ook met big data, dat je die gegevens veel beter ontsluit. Van een of andere boer aan de evenaar. Een bedrijf als Albert Heijn heeft al zijn versleveranciers op de website staan. Ga het maar opzoeken. Jumbo heeft dat ook. Allemaal met naam en toenaam. Dat is nog niet naar het treetje appels, de L-stars die in het schap liggen. Maar die kant gaan we ook op. Maar is dat voor jullie ook een goed idee? Ik kan me best wel voorstellen dat voor een supermarkt gewoon hartstikke lastig is. Je hebt er gewoon enorme aanvoer. Nou ja, Volker denkt van niet, maar ik denk dan jeumig. Want wat er komt er allemaal die supermarkt in? Hè? Aan enorme hoeveelheden appels. En zo. Ja, maar denk dan vooral aan de versproducten. En minder aan de verwerkte producten. Minder aan de aanmerken, denk ik. Ik bedoel, die kunnen ook een poot nog eens goed bijtrekken. Maar ik denk vooral aan versproducten. Elke schakel in die keten moet meer bekend worden. En ook de producenten achter de huismerk melk van Albert Heijn of van Jumbo of van Poys, die zijn allemaal bekend. Die zijn sowieso bekend bij de leverancier. Wat is er nou beter om die databases een keer goed te ontsluiten en de namen en de bedrijven. Niet iedereen zal het willen. Hè. Sommige bedrijven hebben ook een beetje privacy issues en die hoeven niet met naam en toename in de krant. Maar heel veel bedrijven wel.
En dat, zeg maar, dat voorland wordt opengetrokken door de kleinere bedrijven. En de wat grotere bedrijven die zo gek zijn om dat soort systemen op te zetten. Ik zie wel twee mensen open om hier even iets op te zeggen, geloof ik. Nou ja, Maarten? De vraag is, mooi om dat soort stappen te nemen. Nemen ze op een manier waardoor de consument duurzamere keuzes gaat maken? Of is het puur marketing aankleding, mooie foto's van de boer erop plakken, om de indruk te wekken dat er een fantastisch mooi verhaal is? Nee, dat is te cynisch. Dat vind ik te cynisch. Nou, dat is de praktijk de afgelopen jaren. Nou, dat weet ik niet, want dat zou je dan van jullie bedrijf ook kunnen zeggen. En dat doen we niet. Mag je ook zeggen. Maar ik denk niet dat het waar is namelijk. Ik denk dat de technieken en de... Kijk, door de schaal ben je wat beperkt in snelheid. Ik denk dat we de laatste jaren hebben laten zien dat we op gebied van dierenwelzijn, terugdringen, gewasbeschermingsmiddelen, duurzaamheid in het algemeen, ook duurzaamheid voor verre. We hebben ook projecten, leefbaar loonprojecten in de bananenteelt. Dat we de zeker willen weten dat de medewerkers in de plantages een leefbaar loon krijgen. Door de schaal ben je wat beperkt, denk ik, in snelheid. Maar het is absoluut de trend dat veel meer transparant wordt. En transparantie, ik weet niet wie het net zei, die helpt verduurzaming. En daar hebben we allemaal belang bij. We hebben nog meer taken op te lossen. We hebben ook het hele waterprobleem en alles wat ons Nederlands zo mooi maakt. Dus daar willen we ook voor zover ons binnen ons bereik bijdragen. Maar nogmaals, transparantie op een manier die eraan bijdraagt dat consumenten andere keuzes gaan maken. Dus dat is dan wel goed om te blijven toetsen. Ja. Zien we daardoor ook dat die consumenten ander gedrag gaan vertonen. Ja. En zorgen we ervoor, als supermarkten, we hebben daar een grote rol in, kunnen we eraan bijdragen dat er een verduurzaming van ons voedselsysteem optreedt met de snelheid. Ja. Ja, soms, nee, maar dat vind ik een terecht punt. Want soms geef je ook niet zeg maar de keuzevrijheid die we gewend waren te geven. Bijvoorbeeld, een voorbeeld is dat wij alleen nog maar 1 ster beter leven kipvlees willen aanbieden. Ik denk dat nu alle supermarkten zover zijn. Hè? We zijn met een hinkstap sprong genomen. We zijn begonnen met kip vanmorgen. Onder druk van lekker dier, wakker dier destijds. Chapeau, overigens. Hè? Dat helpt ook mee. Maar we bieden de consument in Nederland niet meer de keus om de plofkip in de supermarkt te kopen. Nee. Daar kun je ook wat van vinden. Hè? Ja, je zou kunnen zeggen, daarmee ontneem je mensen hun keuze. Ja. Zeg maar. Dus ja. Voor een deel ontnemen we mensen de keuze. Voor een ander deel willen we mensen nog wel de keuze geven. Ook mensen met een kleinere portemonnee, die misschien toch van de basic producten gebruik moeten maken, of de aanbiedingen aflopen. Helaas hebben we die nog steeds in Nederland. Keuzevrijheid blijft voor supermarkten wel een belangrijk. Ik hoorde net Henk Schelen zeggen. Als ik kijk wat de agrarische sector heeft altijd geleverd naar de vraag die er was. En na de oorlog was het natuurlijk autarkie en voedselvoorziening. En toen werd het schaalvergroting. En ik heb er wel fiducie in dat wij als landbouwers, agrariërs, dat gaan doen. Hè, omdat we daar. En hoe zie jij dat voor die supermarktketens? Je kan ook zeggen, kijk, de maatschappelijke vraag wordt echt anders. Dat betekent dat je dus die keuze echt moet verminderen. Hè, dus hè, je gaf net hetzelfde voorbeeld van, nou ja, hele ongezonde kippen gaan we niet meer doen. Hè, maar het is, als je een maatschappelijk probleem, klinkt natuurlijk leuk, maar je hebt ook verantwoordelijkheid als ondernemer. Absoluut. Hè? Als je een maatschappelijk probleem wilt oplossen, dan heb je eigenlijk 2 keuzes. Regulering of zelfregulering. Ja. Wij zijn van meer nog van de zelfregulering. Ja. We zeggen van laat ons nou met elkaar in die keten met boeren en tuinders de goede dingen doen. Dan denk ik als achterdochter consument, dan moet je het ook wel doen. Hè? Nou, en dan moet je het doen en dan moet je ook afgerekend worden dat het geen window dressing is. Daar mag je best wel bedrijf van houden. Maar ik vind ook dat we de eerlijke discussie moeten hebben. Als we in Nederland willen dat kippen op een bepaalde manier gehouden worden, misschien moeten we dan toch wel het niveau van houden van kippen ophogen. Naar bijvoorbeeld 1 ster beter leven. Maak er maar wetgeving van. Ja. Why not? Ja. Hey Mark, ik kan nog een tussenoplossingje. Maar ja, ik proef aan jou dat je sneller wilt. En ik zou je eigenlijk willen vragen, waar kunnen we jou mee helpen? We zitten hier in een besloten bijeenkomst. Waar kunnen we jou mee helpen om die transitie te versnellen? Nou, ik denk dat alle opgaves die wij ook als supermarkt, kijk, de duizenden producten, daar zitten honderdduizenden leveranciers achter. En in Nederland sowieso 70 miljoen consumenten die allemaal een mening hebben over voedsel. Wat zou helpen, denk ik, nou ja, waar we het over begonnen van, het is een gepolariseerd debat. Ik hoop dat we daar niet zozeer ons toe laten verleiden.
ik hand in eigen boezem. Hè. Als de krant mij belt, dan wil ik ook wel eens iemand van Jetje geven als ze dingen zeggen die niet kloppen. Maar eigenlijk moeten we af en toe een beetje de rust terugpakken. En ik ben een positief mens, altijd positief ingesteld. Maar positieve mensen moeten hard werken om het meer dan halfvolle glas te houden. Als je negatief bent, kun je achteroverleunen. Zeg je eigenlijk op de vraag van Jan, help me met het debat niet te polariseren? Ja, ja. Soms is het zinvol om, ik weet dat er wat media en pers in de zaal zit, er is niks te nadelen ervan. Soms is het zinvol om af en toe geen reactie te geven. Ja. Om gewoon mensen aan het werk te laten, afspraken maken die ook nakomen en daar ook gewoon fatsoenlijke zaken doen in zo'n keten. En als het een keer tegen zit, dan help je elkaar. Als het mee zit, help je elkaar ook om het te vieren. Voordat Jan iets wilde vragen, Volker, wilde jij iets zeggen? Wat wilde je zeggen? Nou, Mark moet maar beoordelen of dat polariserend is of niet. Maar ik zat nog aan een... waarom willen ze een omweg tussen oplossingje te denken? Waarom willen ze een omweg, ja. Dus moet je privaat, moet je zelf regelen of moet je het publiek oplossen? Ja, dat uiteindelijk willen we natuurlijk naar een gelijker speelveld waarin de onderste lat hoger komt te liggen als het gaat om maatschappelijke diensten, goede naar boeren. Dat is geloof ik duidelijk. Maar voordat je daar bent, heb je prototypes nodig. Heb je, zoals rechtstreeks, zoals Maarten doet, zoals Herenboeren doen, zoals Henk heet het, in de Hoekse Waard het doet. En daar zou je als CBL bijvoorbeeld een prototypetje kunnen doen. Dus voordat het gereguleerd is, kan je ook bij enkele supermarkten doen. Naar voorbeeld van Rewe in Duitsland, waar naast de prijs voor gehakt, 1,95, de maatschappelijke prijs afgedrukt wordt. Namelijk €7,43. Dus op het moment dat je de bodemverarming, het verlies aan waterbergend vermogen of de vervuiling van het water, het biodiversiteitsverlies en de stikstofuitstoot of de CO2 of methaangasuitstoot meerekent die gepaard gaat met intensieve landbouw en intensieve monoculturen voor de veehouderij. Op het moment dat je dat meerekent, dan kom je op €7,43. Oké, dat is best veel. Voor een basisproduct als gehakt. Maar daarmee reken je nog steeds niet die 7,43. Maar je draagt wel bij het bewustzijn van de consument. Maar een deel van die 7,43 die zit in de prijs van de waterschappen bijvoorbeeld. Omdat bijvoorbeeld door die intensieve landbouw grondwater vervuilt. Of vervuilt, maar besmet. En dat moeten de rioolwaterzuiveringsbedrijven moeten dat eruit filteren. En dan betaal ik als burger betaal daar de waterheffing. Ja. Dus alleen, de vraag is even, Volker, ja. Waar dan die kostprijs gaat terechtkomen. Is dat op mijn rekening die ik elk jaar van het waterschap krijg? Of moet dat bij de productprijs in worden gecalculeerd? En dat pricing discussie. Dat snap ik, maar dat kan dan onderdeel worden van die pilot. Op het moment dat je die prijs publiceert, daarmee heb je nog geen oplossing. Je hebt alleen een bewustzijnsmoment. Mindset. En op het moment dat de burger dan... Het is complete transparantie. Dus het is niet alleen de transparantie laten zien waar het vandaan komt, dan zijn we klaar. Of laten zien dat die boer ook soms zelfs blij is en dan zijn we klaar. Dus alle onderdelen, ook de negatieve kanten van ons voedselsysteem, wel laten zien aan de consument. En als dan blijkt... komt natuurlijk de vraag, wat moeten we als belastingbetaler ophoesten, vinden we? En wat moeten we als consument ophoesten? En hoe zit het met positieve externaliteiten? Want die zijn er ook. Maar ik vind het wel een mooi experiment. En ik denk dat we het moeten doen, maar we moeten er rekening mee houden dat rundvlees uit Namibië, ik noem eens een dwarsstraat of Mozambique, dat dan een lagere prijs heeft, omdat daar veel andere productieomstandigheden zijn met lagere kosten wellicht, dan hier uit de Hoekse Waard. Ik denk dat een exporteur van vruchten uit de tropen daar niet speciaal moeite mee heeft. Maar op zich, dat kan natuurlijk toch? Als dat blijkt dat het veel beter voor de planeet is, is dat misschien weer een reden om... Het is wel eens uitgerekend dat appelen in de winterperiode uit Nieuw-Zeeland een lagere footprint en LCA hebben dan hier uit Nederland, waar je vanaf maart low-ox moet opslaan onder gekoelde temperaturen. Dat kost energie. Maar terug in het idee van het prototype is dat je
moment dat je zorgvuldig zou gaan rekenen en je zou dus niet alleen naar de schade kijken die aan het milieu toegevoegd wordt of aan het water, maar je kijkt ook naar de positieve externaliteiten. En die man van LTO, Krimpende aan de Waard, zoiets? Krimpende Waard. Ja, Krimpende Waard, die betoogde dat ook al. Ja. Dat je zegt... Een win-win. En eigenlijk is dat win-win. Laten we eens gewoon even netjes gaan rekenen. Wat voeg ik aan landschap, aan maatschappelijke waarde toe? Aan bodemvruchtbaarheid. En dan is ook de hele vraag, moeten we intensief of moeten we extensief en zo? Moeten we wel of moeten we niet vlees, eiwittransitie? Die komt in een compleet, die komt uit de polarisatie. Ja, dus die komt in de economische sfeer. Je gaat gewoon netjes rekenen. Dus niet alleen de netjes rekenen, zei je ook net. Dus dan bedoel je dus niet alleen de maatschappelijke kosten, hè, dus voor de waterzuiveringsinstallatie of voor het gifbelt opruimen, of voor de, maar ook de waarde die je creëert. Dus die toegevoegd wordt. Een vruchtbaarder bodem bijvoorbeeld. Ja. Die moet je belonen. Ja. We zullen naar een systeem toe moeten waar we de boeren, en dat is meerdere keren heeft dat hier geklonken, belonen voor hun ecosysteemdiensten, voor hun maatschappelijke diensten. Ja. Dus niet alleen maar de kosten zichtbaar maken, maar ook de opbrengsten. Ja. Ja. Dat vind ik wel een en dat is een nieuwe vorm van boekhouden, waarbij je niet alleen naar financieel en cash crops, maar ook naar natuurlijk en sociaal kapitaal kijkt. Ja. Nou, daar zijn we dan uit. Dat is de Marcus. Ja, is die middag, net als de middag ook al afgesloten. Just in time. Maar nu weer. Ja. Just in time management. Maar het wordt buitengewoon ingewikkeld. Als ze dat gaan doen, ik vind dat een goed idee. Dan ga je enorme. Maar we zitten hier in Rotterdam bij de Erasmus Universiteit met top-economen. Laat die zich daar ook eens een keer over buigen. Hoe je dan die kostentoedeling gaat doen. Welke kosten waar landen. Jazeker. Ja. Ja, want volgens mij is buitengewoon ingewikkeld niet een argument om het niet te doen. Nee, zeker niet. Nee. Maar Mark, jullie verkopen, in ieder geval CBL als groep, verkoopt natuurlijk nog wel ongelooflijk bergbocht. Die het meest gepromoot wordt. En dat je hier niet onwaardig gaan doen naar je. Maar dat wordt dan natuurlijk wel een stuk duurder straks. Hè, als je dat kan. Ja, dat kan. En nu wordt alles al duurder. Weet je, een pak melk is al 20 cent duurder sinds 2 weken. Ja. Een komkommer is volgens mij 50 cent duurder geworden sinds de crisis. En we eten allemaal nog steeds. Maar als je hier in Rotterdam in een willekeurige winkelstraat loopt, ik denk 90% van de mensen loopt te eten. Die hebben geen idee waar het allemaal vandaan komt. Het broodje met de hamburger en falafel eventueel, waar het vandaan komt. En de laatste, dat zou ook eens kunnen veranderen. Jury, want Kees had gevraagd, je moet ook naar de onderkant van de samenleving kijken. Want wat als het voedsel zo duur wordt? Hè? Ja, we horen nu alleen maar duurder. Het wordt alleen maar duurder. Dus, en ik denk dat, in ieder geval zou ik dat graag willen noemen, dat vaak een pennywise pound foolish observatie is. Want als je nu ziet dat 60% van voeding de gezondheidskostennota van deze samenleving uitmaakt, de voeding gerelateerd is, 60% van de gezondheidskosten. Dan hebben we het over obesitas, dan hebben we het over hartfalen door hartvervetting. Ja, suiker, zout, vet, maar ook bestrijdingsmiddelen, Parkinson enzovoort. Ja, bijvoorbeeld. Als je netjes zou rekenen, vanuit het principe de vervuiler betaalt. Ja, dan kun je die kosten ook anders allokeren. Dan is het niet zo dat de vervuiler wegkomt met een lage prijs, want we moeten de wereld voeden. En geen belasting betalen, geen mag de schade betalen. Aan vervuilen, zei jij net. Ja. Ja. Voedsel mag best duurder worden, hè? Dat is helemaal niet. Maar dan moet ook de zorgpremie naar beneden. Omdat mensen, weet je, dan kun je een paar ziekenhuizen sluiten, omdat mensen minder ziek worden. Nou, en als je daarmee coronapandemie en wat andere ellende in de pocket kan houden, dat kost ook het een en ander. Hè? Absoluut. Wacht even, dus niet alleen de kwaliteit van de bodem, de kwaliteit van het water, de kwaliteit van de lucht moeten we erin verdisconteren, maar ook de gezondheidszorg. En dan de gezondheidszorg is de allergrootste post op onze begroting in Nederland. Dus dan gaan we over hele andere bedragen praten. Dan mag een komkommer wel iets duurder worden. Maar dat is Mark's punt. Als de zorgverzekeraars nou eens van die 80 miljard, of wat is het, 90, bijna 100 misschien wel. Als we daar nou eens, om dit soort projecten te... Als we daar nou eens iets van naar de boer kunnen laten vloeien. Bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk moet dat. Ja. Dat is de farmacie van de toekomst. Daar moet de gezondheid vandaan komen. Dus niet naar Sandoz, maar naar de herenboeren. Nou ja, dat is... Begin je maar eens, ja. Waar zitten de belemmeringen bij de geïnvesteerde belangen van de veevoer en agrochemie? En die financieren natuurlijk landbouwgif aan de ene kant en verdienen vervolgens met de andere divisie, met pillen. Volkert, jij loopt lang rond in deze wereld. Valt mee. Waar zie je nou...
de beste kans op de snelste versnelling voordat we de hele wereld verbouwen? Waar is de kans in dit tijdsgevricht? Blij dat je ons even terug op aarde brengt, Jan. Ik denk we hebben dit soort prototypes nodig. Dus vaak wordt er gezegd, nee, we moeten de grote partijen, maar dat is vaak niet vooruit te branden. Die heb je nodig voor de opschaling. Mm-hmm. Maar je moet wel iets hebben om op te schalen. En er wordt vaak cynisch gedaan over kleine initiatieven, maar ik vind het fantastisch wat herenboeren en ook rechtstreeks en nog veel meer partijen doen. Want if the shit hits the fan, hebben we wel alternatieven nodig. True cost accounting exercities, om netjes te gaan rekenen, helemaal eens met Mark, dat je dan vervolgens wel even wat macro-economie erop los moet laten, wat voor fiscale herzieningen nodig. En dan heb je gelijk hele grote thema's, zoals het X-Tax-project bijvoorbeeld. Maar zonder prototypes op dat vlak gebeurt er niks. Dus ik wil graag een lans breken voor de private sector die het heft in eigen handen neemt en daar op korte termijn ook zich mee kan profileren in een markt die dramatisch aan het veranderen is. Ten tweede, je hoopt dat de publieke sector dat oppakt, bijvoorbeeld met een Corporate Sustainability Reporting Directive, waarmee je voetafdruk op bodem, water, biodiversiteit en klimaat ook transparant gemaakt wordt. Dat gaat natuurlijk ook gevolgen, verduurzamingsgevolgen hebben. En tenslotte de financiële sector. De reden dat wij zo nauw samenwerken met de Capitals Coalition, met de accountants en met de Nederlandse Bank, is om redenen van die klimaatstresstest en waterstresstest. Want je rekent jezelf rijk op het moment dat je naar de oude winstinterpretatie van gisteren kijkt dus. En over het hoofd ziet de disruptieve risico's waar we op dit moment op afstevenen. En dan gaat het echt niet alleen om Oekraïne, maar ook om klimaat en biodiversiteit met name. En gezondheid. Ja, we zijn... de hele planeet hebben we betrokken. We hebben heel concrete zaken gehoord. Heel concrete zaken. Hè. Gewoon hier uit de omgeving honderden producten hier naar de consument brengen. We hebben het over de supermarktketens gehad. Dit was de eerste aflevering van Gedeelde Grond. Die we ook dankzij de Rabobank gaan maken. Die gaan we in 14 regio's in Nederland voeren. Dit onderwerp zal zeker nog terugkomen. Het is niet uitputtend behandeld, maar het is wel ontzettend fijn dat we hier open over hebben kunnen praten. Er is veel verder te bespreken. Het is ook een beetje zweverig geweest, absoluut. We hopen dat het ook erg concreet is geweest door gewoon concrete agrariërs te laten zien wat er kan. Ik hoop dat we een heel aantal van jullie ook terugzien in een van die 14 keren. Hou de website van de Bali in de gaten. Dan komen er nog heel veel debatten over, gedeelde grond aan. Gedeelde grond, het is namelijk gewoon de bodem waarop we staan en waar we op verder moeten. We hebben koffie en thee en drinken en als er nog gesprekken gevoerd kunnen worden bij de drank, dan heel graag. Hartelijk dank allemaal. APPLAUS